oplossen. Wij gaan vandaag een grote panda tekenen, buiten. En we gaan eens zien hoeveel mensen het opvallen dat een panda is. Dus we gaan echt een heel grote panda tekenen. Ik neem jullie mee naar buiten. Dus, en dan gaan we dat gewoon doen. Zo. Het is nu niet zo koud. De garage open. Alles er even zetten wat we nodig hebben. Ik heb meer plaats. Dus super veel plaats om een wandel te tekenen. Ik heb proberen zo groot mogelijk. Maar ik ben niet zo talenteerd. Dus de kans dat dat zo groter uitziet dan ik zeg, zal waarschijnlijk. Het staat goed naar onderen. Die staan altijd in deze kast, dus dat is wel gemakkelijk. Als je even verzet. We hebben zitten krijtjes en dan gaan we naar Ginter. Zo. Doos met krijtjes. Staat hier voor mij en we gaan eens proberen om een panda te tekenen. Veel kleurtjes zijn er niet meer, dus het zullen misschien niet de kleurtjes zijn van een panda. Maar het idee zal er dan wel zijn. Zo, we gaan beginnen met deze kleur. Dat is al niet zo spectaculair, maar een blauwe krijtje is nodig. Stel. Ja, zwart hebben we niet, dus we gaan er een beetje een blauw van maken. Zo. Voilà. Zijn oogjes. En zijn oren. Voilà, het is natuurlijk, dat is wel wat beter, hè. En dan gaan we zijn lijfje nog wat blauw doen. Dus dat gaan we ook doen. Zo. Zo zien jullie dat niet, hè. Wacht, er gaat iemand oprijden. Nee, moet daar zijn, dus ik kan hem verder doen. Alles blauw is op, dus we gaan even blauw pakken. Alles blauw.
blauw is bijna op, mensen. Misschien niet hetzelfde blauw, maar ja, blauw is op. Dus ik kan er ook niet aan doen. Het is maar het idee dat het geeft, hè. Maar ja. Zo'n panda. Een panda. Mooi haar. Zo, voilà. En dan nog haartjes erbij, hè. Die gaan we hier zetten. Zo, de haartjes. De haartjes, zo. Mooie haartjes. Dat zijn de hartjes die erbij staan. Prachtig. Wat vinden jullie ervan? Mooi? Prachtig toch, hè? Ik vind het zeer mooi gelukt. Vind je dan zeker de mooie video? Abonneer en morgen zijn we weer.